hier zijn we dan bij de trek-in. De vormentaal van de hut is eigenlijk een balans tussen de typische tent en de woning. En dat hebben we gedaan om een gebouwtje te maken dat zowel herkenbaar is voor recreatiebezoekers als dat het ook nieuw is. Omdat we natuurlijk met mensen zitten die een heel duidelijk beeld hebben van wat er op een vakantieterrein kan staan. De grote pui is eigenlijk bedoeld om een directe relatie met het landschap te maken. Zodat je eigenlijk, zodat je ook hier in de camera shot denk ik kan zien, is dat je recht doorkijkt door de hele woning. En daarmee is zowel de ochtend als de avondzon geheel in de leefruimte aanwezig. En daardoor hebben mensen niet dat kleine raampje dat je in die typische trekkershut hebt, maar juist het complete panoramabeeld, want je komt in principe voor de natuur. Dus die moet ook volledig aanwezig zijn in zo'n gebouwtje. Komen we eerst binnen hier in een kleine nis, de keuken, wat kleinere, lage ruimte. Die maakt juist deze gezamenlijke leefruimte veel ruimer en opener. En het kleiner maken van de leefruimte doet ook met zich mee dat we heel veel functies hebben ingebouwd in de muren. Zodat eigenlijk deze centrale leefruimte telkens ingenomen kan worden door een van de functies. Daarbij zijn de inbouwbedden zo ruim gemaakt dat zelfs kinderen die bovenin klimmen, die dat overigens hartstikke leuk vinden, kunnen daar gerust een kaartspelletje doen. Terwijl de ouders hier lekker kunnen drinken, en een glaasje wijn kunnen drinken en naar buiten kunnen kijken. En tegelijk is het nog eens een keer zo dat we hier en hier dus vier slaapplekken bij elkaar hebben. Maar hier kan ook nog een bed van gemaakt worden, zodat er ook voor mensen die wat slechter ter been zijn, ook op de begane grond makkelijk een bed gemaakt kan worden. Nou, en dan de opbergruimte voor de tassen en zo is het ook boven. En aan deze kant hebben we dan de verwarming weggewerkt en de badkamer. In de trek-in zitten eigenlijk heel veel, komen heel veel dingen samen. De hergebruikte materialen en op die manier is iedere trek-in uniek. Maar ook de plek waar die staat en de grote glazen puien, waardoor je echt die verbondenheid hebt met dat landschap. En op iedere plek is dat landschap weer anders. Dus er komen eigenlijk heel veel verhalen samen in dit gebouwtje. Ik denk dat het ook wel een hele bijzondere beleving maakt als gebouwen die verhalen aan je kunnen vertellen. Het meest prettige aan deze trekkershut is dat hij heel licht is en de veranderde ervoor. We hebben daar s'avonds, vooral omdat het nu erg mooi weer is, hebben we hier steeds opgezeten. En dat is echt heel leuk. Je kijkt uit over het terrein, je kunt even zitten, je hebt er wat bij. En dat maakt het een heel plezierig om te zijn. Zoals onze zoon zei toen we binnenkwamen, wat is dit mooi. En dat is het ook. Het is, ik kies voor een bepaalde locatie, ik kies voor een bepaald natuurlandschap en dat wil ik ervaren. Daar wil ik 's ochtends mee wakker worden en 's avonds op het terras de dag mee eindigen. En als je om die reden voor de natuur kiest, dan zou je voor deze hut moeten gaan. De grootste innovatie in dit project is dat zowel de overheid als de universiteit en de studenten, maar ook de initiatiefnemer, eigenlijk degene die de natuurkampeerterreinen heeft, en de vele mensen die eigenlijk daarin zouden moeten gaan overnachten, dat die elkaar hebben kunnen vinden in een vorm van een bouwteam waarin je dus klankbordgroepen hebt, waarin je iedereens belangen afgewogen worden, maar waar ook een hele duidelijke statement en kwaliteitsborging is. Dus er is ook echt gegaan voor iets bijzonders. Er is iets gegaan voor iets wat ecologisch moest zijn, waar stoopmaterialen een plek in krijgen, waar transporteerbaarheid een eis was. In dit geval was de overheid de basis of de achtergrond achter dit project. En zij hebben de opgave neergelegd om echt een prototype te realiseren. En op die manier zijn verschillende teams bij elkaar gekomen die samengewerkt hebben. En door die samenwerking een heel goed integraal product hebben kunnen afleveren. En dat ook de provincie Brabant daar meer aan zou kunnen doen om die samenwerkingen te stimuleren. En die samenwerkingen ook te ondersteunen.